Hoi, ik ben Delaney. En ik ben Roel. Wil jij werken aan complexe technische projecten om grootstedelijke gebieden toekomstbestendig te maken? Dan bereidt de Master Urban Technology jou daarop voor. In razend tempo verstedelijkt de wereld, in bevolkingsomvang en oppervlakte. Deze ontwikkeling levert vooral uitdagingen op het gebied van circulariteit, mobiliteit en energie. In een jaar tijd ben jij de veelzijdige professional om deze uitdagingen aan te pakken. Wat deze eenjarige master uniek maakt, is dat hij praktijkgericht is. Je leert om in korte tijd een vraagstuk je eigen te maken. Je verzamelt relevante informatie en formuleert een concrete onderzoeksvraag. Vervolgens ga je samen met medestudenten en onderzoekers de stad in om aan de casus te werken. De resultaten uit het onderzoek verwerken tot slot in een werkzaam plan met bruikbare oplossingen. Een van de projecten waar je aan werkt is bij het Food Center Amsterdam. Ja, het Food Center is in ontwikkeling. Op 1/3 van het terrein komt een woonwijk met alle voorzieningen van dien. En daarnaast moeten zowel het Food Center als die woonwijk duurzaam zijn en een prettige plek om te wonen en te werken. Ja, daar zijn slimme oplossingen voor nodig. Ja, jij onderzoekt hoe het Food Center in deze nieuwe situatie de stad slimmer en efficiënter gaat bevoorraden. Moet er bijvoorbeeld een nieuw energiesysteem komen om straks het elektrisch transport op te laden? Hoe gaan ze om met afval? Jij weegt technische mogelijkheden, uitdagingen en belangen af. Je verzamelt data en komt met praktische, haalbare oplossingen. De opleiding heeft een brede opzet. In plaats van je te specialiseren in één onderwerp, leer je discipline overstijgend te werken. Zo verbind jij als zelfstandig opererend professional de verschillende expertises. Waar moet je dan aan denken? Een mooi voorbeeld waarbij jouw kennis en ervaring van pas komt, is bij het maken van een stakeholder-analyse. Bij complexe ontwerpprojecten in de bebouwde omgeving, en dus ook die rondom de thema's energie, mobiliteit en circulaire economie, moeten alle belanghebbenden op één lijn liggen. Jij onderzoekt wat er bij dergelijke veranderingen in de stedelijke omgeving allemaal komt kijken. Ja, dat doe je natuurlijk niet alleen achter je bureau. Je trekt de stad in en praat met alle betrokkenen, zoals de gemeente, ondernemers en omwonenden. Je verzamelt en verwerkt data en trekt conclusies, waarmee je vervolgens praktische oplossingen kunt ontwikkelen. Waar kun je laten werken? Met jouw technische kennis en leiderschapskwaliteiten ben je overal inzetbaar om grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Zowel in Amsterdam als wereldwijd. Denk aan gebiedsontwikkelaar van het Amsterdam Bay Area. Dit toekomstig woon-, werk- en recreatiegebied moet rond het IJmeer gebouwd worden. Of projectcoördinator bij de Olympische Spelen van Brisbane in Australië in 2032. De mogelijkheden zijn eindeloos. Heb jij een beta-technische bachelor op zak, bijvoorbeeld van Logistics, Engineering of Built Environment? En wil je doorontwikkelen tot Urban Tech Professional? Neem dan contact met ons op.